Nou, als je lekker een dagje in de duinen gaat chillen, dan kan je natuurlijk konijntjes tegenkomen of vogels spotten. Maar wisten jullie dat er in Nederland ook echte bisons rondlopen? Die heten ook wel Vicenten en dat zijn de groot stugrazers van Europa. En die ga ik hier vandaag zoeken in Nationaal Park Zuid-Kennemerland samen met boswachter Koen. Ga je met me mee? Of wat? Ja, de Vicent leefde 1000 jaar geleden al in Europa, maar doordat er steeds meer mensen kwamen, werd het leefgebied van de Vicent steeds kleiner, waardoor ze niet meer konden overleven. En zo stierven ze ongeveer 100 jaar geleden in het wild helemaal uit. Gelukkig waren er nog Vicenten in dierentuin en na de Tweede Wereldoorlog werd er in Polen een plan bedacht om ze opnieuw in het wild uit te zetten. Nou, hier in Kraasvlak gebeurde dat in 2007. Nou, de Vicenten laten overal in het gebied sporen achter, maar waar kunnen we die aan herkennen? De sporen van Vicenten, ja, dat is een heel bekend natuurlijk, de grote poep. Maar de beste sporen, de afdrukken van hoeven. En als ik even goed kijk, Pascal, dan zie ik... Kijk, het is een hele mooie hoefafdruk van een van de volwassen Vicenten. Maar dit zijn verse sporen? Ja, deze zijn heel vers. Deze zijn hooguit van een paar uur geleden, dus ze moeten in de buurt zijn. Maar ja, we moeten ze wel even zien te vinden nog, dat wel. Zijn dat ze niet toevallig? Nee, dat zijn ook grote beesten, maar dat zijn schotsvogelende koeien. Nou, Vicenten kunnen heel groot worden, wel 1,70 meter hoog. Dat is ongeveer net zo lang als ik ben. Maar ondanks die grootte kunnen ze zich nog steeds goed verstoppen door de kleur van hun vacht. Dus als ze hier dan ergens tussen de planten, bomen of struiken zitten, ja, dan kan je ze eigenlijk heel vaak gewoon niet zien. Even kijken. Ook maken ze bijna geen geluid. Het enige geluid dat ze af en toe maken is een heel laag geknor. Verder niks. Maar wat ze wel weer heel goed kunnen is ruiken. Zelfs zo goed dat ze bepaalde dingen op 3 kilometer afstand ruiken. Dus het zou kunnen dat ze ons ook al ruiken. Ja, dat zijn ze. Yes. Staartje kwispelen zie ik al. Hey, wat doe jij meestal als je ze gevonden hebt? Dan ga ik eerst tellen hoeveel er zijn. We hebben er nu 23. En dan ga ik kijken of ik de stieren en de koeien kan onderscheiden. De stieren kun je onderscheiden van de koeien, omdat die wat zijn grover gebouwd. Ze zijn ook wat forser, wat groter. En de horens staan ook wijder uit elkaar, vergeleken met de koeien. Echte oerbeesten. Nou, inmiddels leven er weer zo'n 7000 Vicenten in Europa. En dan moet je dus bedenken dat ze in eerste instantie waren uitgestorven in het wild. Het is eigenlijk best wel bijzonder dat ze hier dan gewoon weer rondlopen. De groot stugrazers van Europa.